Dit is mijn laboratorium. Hier ben ik aan het knutselen om een stof te ontwikkelen die je als vuilafstotende laag kan gebruiken. Ik test steeds kleine stukjes bedekt met polymeren en zo zoek ik stapje voor stapje naar een nieuw materiaal dat goed werkt. Nou, polymeren zijn eigenlijk hele lange moleculen. Ze bestaan ook allemaal uit hele kleine moleculen aan elkaar geregen, als een soort van ketting. En die vinden wij overal om ons heen. Dus we vinden ze in plastic flesjes waar wij het drinken. Maar eigenlijk nog belangrijker is dat we ze ook als dunne laagjes vinden op bijvoorbeeld brillenglaas of telefoons. En zoiets willen wij ook maken, maar dan vooral vuilafstotend. Als je je voor kan stellen, een boot gaat door de zee of door het water en er blijft van alles op een gegeven moment aan vastplakken. Dus algen, bacteriën, zelfs mosselen blijven eraan vastzitten. En dan kun je je wel voorstellen, het duurt langer om van A naar B te komen, omdat dat gewoon de boot vertraagt. En dat kost meer brandstof. Ze hebben al bepaalde laagjes op die boten zitten, maar die maken eigenlijk al die bacteriën en algen dood. Maar niet alleen de bacteriën en algen, maar ook alles wat er omheen zit. Dus misschien werkt dat dan weer te goed. Dus wij zoeken naar iets wat eigenlijk niet schadelijk is voor het milieu, maar wel vuilafstotend is en ook makkelijk aan te brengen is. En als we dat eenmaal hebben gevonden, kunnen we het natuurlijk ook voor andere oppervlaktes gebruiken. Dus misschien wel voor die brillenglazen of voor die telefoon. Nou, het is eigenlijk een beetje jammer dat het nu precies nu plaatsvindt, want ik was net een beetje op gang in het lab. Dus ik had net een beetje alles onder controle en wist precies wat ik moest doen. En toen werd dat eigenlijk afgekapt. En dan kom je thuis te zitten zonder al die materialen die je eigenlijk gebruikt. En dan is het enige wat je kunt doen eigenlijk lezen. En dat is toch wel een beetje saai. Je mist gewoon die afwisseling. Dus ik ben blij als dat binnenkort wel weer mag. Faces of Science.